Yo gasten, leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Mijn naam is Dani Visser en vandaag is het vrijdag, wat inhoudt. Daar houdt eigenlijk helemaal niks in, maar het is weer tijd voor rewards. Ik ben hier vandaag met iemand, hij heeft geen facecam, zijn geluid is wel aanwezig. Maar ja, ik laat hem zichzelf even voorstellen. Luca jongen, hoe gaat hij ermee? Ja, met mij alles goed. Ja, zoals je zegt, mijn naam is Luca. Luca Schulver, ik kom uit Volendam. Ik ben 17 jaar oud en ik heb op beide consoles... Op 200 weet je het al dit weekend. Ja, fucking ziek. Jongens, ik laat straks even zijn team op de PlayStation zien. En dan kunnen jullie ja, zien hoe knap het eigenlijk is dat hij top 200 weer heeft gehaald op PlayStation account. Hij heeft nu al 2 van de 3 keer hier op top 200 gehaald. En het is echt best wel, ja, het is gewoon een road to glory. Dus het zit geen geld in. Het is geen slecht team, maar het is geen team waarmee je normaal gesproken top 100 zou halen. Dus best wel ziek. Jullie hebben zijn naam vast wel, als jullie Koen Weiland kijken, zoiets. Hebben jullie hem vast wel voorbij zien komen. Maar vandaag is hij dus hier om zijn packs te openen op zowel PlayStation als Xbox. Dus ja, al zijn linkjes naar zijn socials zullen even in de beschrijving staan. Ga dat zeker even checken. En dan wil ik jullie vragen om even een blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren op mijn kanaal. Je notificaties aan te zetten, mis je helemaal niks. Laten we gewoon die packs gaan openen. Oké okay, jongens, dit is dus het team waarmee Luca... Heeft hij trouwens 30 gehaald of 29? Ja, 30-0. Ja, 30-0 met dit team. Ik bedoel een De Bruyne. Bruyne, hele goede speler, maar het is geen... Oh, je scoort ook nog trouwens echt veel. Ja, hij speelt centermid. Centermid. 42 ja. Goals in 34 wedstrijden. Dat is echt abnormaal. Nou ja, Militao, Mandy... Wel decent, gewoon Son en zo. Maar dat is natuurlijk ook omdat Luca... Eerst al top 100 had gehaald en met die coins dit team kon betalen. Ja, jullie vullen het zelf maar in wat jullie ervan vinden. Tyson, ik heb even een vraagje over hem. Je gebruikt hem denk ik als super sub. Ja, super sub. Is hij het echt waard? Is hij heel goed? Ja, voor dit team is het wel goed, ja. Hij is gewoon heel snel aan de bal. Ook gewoon snel zonder bal. Ik zat even te kijken voor qualifiers naar super subs die onder de 86 zijn. En Tyson, ja. die zag ja, hij is wel uit. Hij is wel goed hoor. Nee. Ook gewoon voor je main account? Of denk je dan dat je beter voor andere super subs kan gaan? Qua subs, ja, wat is er eigenlijk? Ik denk dat die Vinicius al prima is voor op de flank. Die heeft ook 50 skills. Lozano in vorm. Ja, inderdaad. Dat soort dingen. Zal Maximin in vorm als super sub kan. Ja. Op je main. Ja, het zal in ieder geval wel. Oh ja, dus ik moet... Nog eerst even jouw dingen claimen. Ja, Ruiz is wel claimen. Geopend. Nou ja, dat maakt ook niet uit. 27ste van de wereld. Hartstikke ziek. Echt ziek. Ik ben benieuwd wat we gaan krijgen. 400 capex in ieder geval. Zo, en 5 player picks. En natuurlijk de 11 in vorm pack. Daar kan je team weer echt ziek mee upgraden in ieder geval. Na vandaag. Inderdaad. Ook dan krijg je nog een Messi of zo. Ik denk dat zo'n speler jou wel echt goed ligt. Ja, hierop, ja, sowieso eigenlijk, ja. Die ligt me even goed en op dit account helpt het ook wel. Ja, dat denk ook wel, ik eigenlijk ook. In de eerste Koen Kasteels voor onze Belgische kijkers. We gaan er een beetje snel doorheen, want we hebben natuurlijk 2 accounts te gaan. Dus we aarzelen niet te veel. En we gaan gewoon openen. In de eerste 2 player picks, geen Messi. Nu Thiago Silva. Silva, prima. Voor rating. Okay. Ja, precies. Krijgen we nog wel een Messi dan? Hopelijk. Argentijnse vriend krijgen we wel. Maar dat is net niet de speler waar we naar op zoek zijn. Ah, Sergio Roberto. Oké. Playpicks, niet heel goed. Ga naar de club. Hopelijk gebeurt het wel in de 100 capex. Ik zal even naar de store gaan. We krijgen dus 400 capex, wat best wel heel ziek is. Ja, ik zou zeggen, laten we gewoon er doorheen rammen. We krijgen dus 96 rare players in totaal. En dat is niet verkeerd. Ja, heel eerlijk. Hopelijk krijgen we nog iets goeds in Inform. Of ik bedoel, een walkout, sorry. Dit is geen walkout. Dit is niet veel. Ik moet zeggen, daar word ik niet blij van. Nee. Raar, Bill. Doe dit Bill nog tegenwoordig. Ja, niet heel. Oh, wow. Nee. Jezus. 7k, holy shit. Ja, zo heel weinig. Dat slaat echt nergens op. Zo weinig, jeez. Inderdaad. We gaan gewoon, zoals ik zei, lekker tempootje erdoorheen. We rammen er doorheen. Inderdaad, hopelijk is dit wel een walkout. Nee, helaas. Informpje. Maar ja, dat kan natuurlijk niet zoveel meer zijn. Dus de verkeerde Argentijnse inform. Yeah. We zijn op zoek naar die kleine man van Messi. Van Barcelona, sorry.
fok het ook nog op. Helaas. Davies of Sasha, die is meer waard dan Bill dan, volgens mij. Nee, joh. Oh, wow. Ja, wel meer waard, dat is steeds niet meer. Veel. Ja, oh. Usman, hè? 30 jaar of zo, toch? Zoiets? Ik heb geen idee, man. PlayStation prijzen. Nee, ja. Volgens mij scheelt het niet heel veel. PlayStation is allemaal wel iets duurder, toch? Ja, volgens mij wel. Ja, walkout. Kijk. Eerste walkout van vandaag. Ja, dat kan niet zijn, hè? Die kan geen Messi zijn. Gomez, oké. Gomez. 86, ja, dat is weer kut dat het een 86 is. Kan er dus ook eigenlijk niks achter zitten. Zie je. Ja, dat is leuk. Carlos. Oké. Nou, prima, Pekkie. Op zich zijn de 100 kappings helemaal niet zo slecht, hoor. Nee, klopt. Je tikt altijd wel aan, gewoon die koers. Ja. Ja, en als je één keer echt een banger krijgt. Maar ja, het is bij mij altijd, ik verwacht gewoon walkouts. En je krijgt nu maar één walkout in 300 capex. Dat vind ik wel een beetje triest. En dan krijg je een flikker op. En die meer. Maximin. Nou ja, kijk, dat soort spelers die zijn altijd... Man, wie? Oh, kijk, hey, die is wel 100k plus. Ah, die 100k plus. 140k. Holy shit. Zoveel? Ja man, die is lijp duur, jongen. Het slaat nergens. Nee. Dan kan je toch wel weer een leuke speler van kopen. Ja, dit moet hem zijn. Ik zou zeggen, ik ben er klaar voor. Ik open hem gewoon. Ja, ik ben hopelijk er ook klaar voor. Vinden we die Argentijnse vlag terug. Het is een walkoutje. Kom op. Iedereen krijgt deze kutgast, jongen. Iedereen. Ja, het is ongelooflijk. Ja, Llorente. Lozano, kan hij hier nog bij zitten? Ja, dat zou kunnen. Jee. Oh mijn god, jongen. Wat slecht. Gelukkig is PS4. Ja, oké. Xbox gaat het wat meer om namelijk, maar ja, het is wel jammer. Oké, jongens, dit was dus inderdaad PlayStation account. We gaan nu door naar het Xbox account. Oh, had je hier ook 30 op gehad of 29? Nee, 29. Ik had helaas... Je hebt een hoge skill rating dan. Verloren op penalties van Niklas Razek. Oh ja, dat had je verteld. Ja, je stond ook nog voor in de penalties, toch? Ja, ik had 2 keer de beslissende op de paal geschoten. Oh, wat kut. Helaas. Wat kut. Ja, jongens, jammer. Voor de mensen die e-sports niet echt volgen, want dat kan ik goed begrijpen als je naar mij kijkt, dat je niet echt per se de grote toernooien van EA volgt. Maar Niklas Razek, dat is een Duitser. En dat is zeg maar... Ja, de nummer 2 van de wereld. Ja, nummer 2 ongeveer. Ja. Ja. In ieder geval, abnormaal goede speler. Had hij dus gelijk tegen gespeeld en op penalties 2 keer de beslissende panel verloren in afgelopen weekend. Daardoor 29-1 gehaald. Nog steeds een ziek hoge skill rating, waardoor hij alsnog 62 is geëindigd. Dus, desalniettemin gewoon fucking goed gedaan. Krijgen we weer Thiago Silva. Nou, dat is een iets beter begin. En we hebben er nog 4 te gaan. Ja, dus, inderdaad. Ik ben benieuwd. Dit is heel slecht. Ja. Die menu's op Xbox is zoveel sneller dan op PlayStation. Ja man, ik vind ook die controller echt zoveel chillen. Ja? Ja man. Ik snap je wel op zich, maar... Ja, misschien is het voor jou dan nog iets wennen omdat je er minder lang op speelt. Zie jij die vakjes om deze twee spelers staan? De vak? Ja man, rechts en links van het midden. Ja. Zie je het zeggen. Even kijken, want ik denk als het zeg maar de 2 hoogste, die hebben zo'n vakje. Daar lijkt het nu op. Dus, hier zie je. Hey, oh nee, niet. Rente. Ah, dat is wel op zich een lekkere pick. Ah, ik mag hier niet kijken, mooi. Mag nu wel kijken. Dat is wel een lekker kaartje. Sowieso een goede super sub. Kan misschien ook basis. Ja, basis kan misschien wel. Ik heb namelijk even een speler gehad van 4 miljoen. Oh. Dus mijn geld is bijna. Oh, hij heeft... Saaf to spend. Ik zou zo ook even je Xbox laten, team laten zien. Laten we dat gewoon meteen even doen. Ja, even snel een paar seconden over praten. Oh. Heb je hem al gebruikt? Ja, een paar potjes. Maar hij is nog niet echt wat ik van hem verwacht. Je speelt ook gewoon met Dembele in normale van verde op dit account. Ja, jij bent gek. Deze man staat hopelijk niet in de basis. Ja, nog wel. Helaas. Hij is wel met de kels van Barty, sorry. Ja, je moet gewoon Neymar hebben en dan gaat Ousmane naar rechts. En dan, ik dacht altijd dat jij zelf een beter team had, ik weet niet waarom. Nee man, ik heb niet echt heel veel points gestort. Nou ja, is ook niet erg, maar
Ah, als je zo blijft presteren sowieso in die Weekend League, kom je er vanzelf wel. Ja, inderdaad. Het gaat gewoon... Ik heb tot nu toe elk weekend top 100 gehad op Xbox. Dus, ja, dus dat is sowieso lekker. Dat tikt wel aan dan. Ja, precies. Ja, lekker man. Meer kan ik er ook niet van maken. 200 kpx nog te gaan. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Hier is... Is het, oh! Dance with me. Oh! Nee joh! Oh, oh. Ik zeg nog klotenzooi, maar ik neem het allemaal terug. Oh, je bent een beetje weggevallen, want ik hoor je van heel ver. Holy shit. 340k. Wat? Lekker man. Dat is geen walkout, hè? Nee, sorry. Ja, ik zeg al zo van wat een klote, sorry, weet je wel. Ik dacht, het is weer zo'n Champions League kaartje. Maar jee, dit is heel goed. 350k. Ja, jongen, dat is lekker, hè? Dat tikt heerlijk aan zelfs. Ja, dit is hartstikke heerlijk. Lekker. Oh, mijn god. Ja, geen wolkje. Ja, maakt niet uit, joh. Dit is heerlijk. Een heel gek land is dit. Syrië of zo? Welk land is dit? Voordat ik weer wat raar zeg. Ja, volgens mij wel Syrië. Ongelooflijk, jongens. Topo, kenner. Ja, ik zie dit gewoon weer allemaal daarheen. Dit kan weer weg. Ja. Ja, en dan hebben we deze pack nog te gaan. Bruno of Messi? Ja. Bruno of Messi? Oké, we gaan hem gewoon openen. Jongens, nogmaals, volg Luca op al zijn socials. Linkjes zal in de beschrijving staan. Ja, kom op. Het is een walkout natuurlijk. Geen Belgische vlag. Dan ga ik huilen. Lozano. Oké, het is geen topper, maar het is wel 130k. Ja, dat is prima op zich. Als Konaté of Llorente of Watkins erbij zit, dan is het wel prima. Llorente is ook 200k. Ja. Watkins? Watkins, ja oké. Die is voor mij... Oh, 90k. Ja. Plus 130 is 210, plus Roberto is vast nog wel 20, 30k. 20. Ja, inderdaad. 250, 60, 300k wel in dit packie. Ja, en Klosterman, ja, is dit toch prima. Toch wel 800-900k op dit account. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, dit is heerlijk hoor. Dit is gewoon genieten. Dat tikt heel lekker aan. We gaan er nog één laatste keer even naar je team om te kijken wat je kan upgraden. 900k kan je namelijk aardig wat mee. Jezus, heb je dat ook altijd als je naar je team moet? Ja, nee, als je te snel bent. Ga je gewoon voor Neymar? Ja, ik wil dus eigenlijk... Klosterman mag halen. Oh. Samen met Upamecano. Ja, lijkt je dat heel goed? Ja, ik ben dus echt die Varaan. Nee, sorry man. Ik vind hem hard. Nee, ik vind hem helemaal niet. Hij is keihard. Hij is echt keihard. Ja, als je dan hem op rechts zet, Upamecano op links en Neuer op doel, blijft alles op voetcam. En Neuer is ook een lijpe keeper hoor ik. Ja, iedereen zegt dat hij de beste is, man. Ja, Rasvan gebruikt hem op 7 cam, hè? Wat zie je? Ja, dat is best wel... is wel het proberen waard. Ziek, man. Ja, Klosterman gewoon gepakt. Fucking ziek. Luca, heel erg bedankt dat ik jouw packs mocht openen. PlayStation. Oké, packs, dacht ik. Verlof, man, die... Ja, denk ik ook wel. Nou ja, weet je, oké, niet om te klagen, zeg maar. Maar Xbox, heel goed. Klosterman, Lozano, Watkins. In totaal wel 800 à 900k op Xbox, wel 400-500k op PlayStation. Dus, ja, dat is top. Dat is precies wat ik het wilde. Nou ja, dat is geen Messi, maar het tikt wel echt hartstikke lekker aan. Ja, ja, ik wil jou heel erg bedanken voor het laten openen van je rewards. Ja, bedankt. Jongens, vond je deze video nou vet? Drop dan een blauw duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal. Nogmaals, laatste keer, volg Luca op al zijn socials. Linkjes zullen in de beschrijving staan. En zet je notificaties aan, mis jij geen één video op dit kanaal. Hoop ik dat ik jou bij de volgende video terugzie. Later.